Dames en heren, we kennen de Bundesliga tots inmiddels maar 99. Lewandowski, Hakimi, Davies, Sancho, Royce, Havertz, dat soort spelers. Werner, niet te vergeten, mensen. Spelers van waarde. Wat denken jullie eigenlijk? Ga ik 99 Lewandowski pakken? Ja of nee? Yo, wat up mensen? Welkom bij een gloednieuwe video. Super tof dat jullie kijken. Ja, ik waardeer het, man. Mijn naam is Aristot Ndounou, mocht je mij nog niet kennen. En vergeet me zeker niet te volgen op Instagram, op Twitter, Aristot Ndounou, zo simpel is het. In deze video ben ik op zoek naar Bundesliga topspelers. Het is tijd voor mijn eigen Weekend League Rewards. En ik kan alvast verklappen. Nou ja, verklappen, je ziet het al aan de titel. Ik ben hartstikke tevreden. Ja, we gaan gewoon kijken. Let's get it. Yes mensen, what up? We zitten er weer helemaal klaar voor. Het is tijd voor mijn eigen Weekend League Rewards. De mensen... Ja, iedereen heeft het gemist eigenlijk. Niet de mensen, nee, iedereen. Jongens, ik heb mijn Weekend League niet eens afgemaakt, man. Ik had last van privéomstandigheden. Er gebeurde wat. Ik had het er moeilijk mee. Ook tijdens de Weekend League. Dus dat was het eigenlijk. Ik ben bij Elite gestopt. Elite wel binnen weten te halen nog. Weten te fixen. Dat is wel lekker voor de rewards. Even terugkijkend op vorige week. Heb ik deze spelers gebruikt. Ik had Ronaldinho nog even gekocht. Ja, nogmaals. Ik was emotioneel, man. Ik heb spelers verkocht. Ik heb Messi verkocht tijdens de Weekend League nog. Ik had hem gehaald. Maar echt, dat is niet mijn speler. Verschrikkelijk. Oh, echt een goat in het echt. Mijn FIFA. Oh my. Verschrikkelijk. Frenkie de Jong. Fenomenaal. Diego Carlos. Heel goed. Maar hij heeft bepaalde animaties en zo. Dat, ik weet niet. Iets klopt niet aan die kaart. Ik raad hem toch wel af. Eigenlijk achter. Ja, bijna de inzien. Ronaldinho fenomeen. Seedorf. Ja, niet zo boeiend verder. Goed. Deze spelers gaan weg. Verkochte items wissen. Op het moment dat jullie deze video kijken, weten jullie al hoe mijn team eruit ziet. We hebben Rivals Rewards, Futchamps. Zoals ik al zei, we hebben Elite gehaald. Dus je kunt. In theorie, je kunt nog wel wat fixen. Kan ik even zien? Ja, precies. De spelers die je kunt fixen. Team of Season so far. Team of Season tot nu toe is het eigenlijk in Nederland. Als ik zo kijk, denk ik toch wel dat ik. Wel voor Lewandowski zou willen gaan. Dat is een speler die ik oprecht zou willen testen. Haaland zou ik willen packen, niet per se gebruiken. Werner zou ik willen packen. Sancho zou ik oprecht wel willen gebruiken, omdat ik weet dat hij skills heeft. Havertz is een leuke kaart. Mensen, ik ga één dingetje doen. Gewoon voor het geluk. Nou, voor het geluk. Gewoon voor de grap. Soms werkt het, soms niet. Ik ga ze gewoon toevoegen, man. In concept. Ik weet het niet, man. Ik denk dat... Ik heb zo'n gevoel dat het gaat gebeuren. Ik heb een keertje geen Elite 1, omdat ik het niet heb afgemaakt of top 100, dan moet het gaan gebeuren, man. We gaan Lewandowski gewoon in concept toevoegen. We gaan Werner toevoegen, want die zou ik ook willen packen. Royce zou ook wel leuk zijn. Dan is het deze kaart, Team of Season so far. En dan moet je eigenlijk ook nog een player pickje of zo toevoegen. En dan hopen dat dat een beetje meewerkt. Jongens, ik weet niet waarom ik het doe. Het is niet omdat ik in bepaalde dingen geloof of zo. Maar ja, ik zie het sommige mensen doen en dan gebeurt het ineens. Het is gewoon grappig. En dan zou ik het liefst ook nog om het af te maken. De laatste die ik even ga toevoegen zou ik Upamecano winnen. Dan weten jullie ook meteen welke spelers ik wil gaan hebben. Waar ik voor ga. Upamecano, ja man. Dat is een zieke kaart. Ik hoop echt dat ik hem pack, want dan kan ik hem ook gaan gebruiken in mijn squad. Wij gaan gewoon de rewards openen, man. Genoeg gepraat. Let's get it. We gaan het doen. Rivals, eens dat soms, ja dat is tradable, doen we gewoon untradable, hopen op een walkout, hopen op een totskaartje. Oké, rang 3, interessant, die is geclaimd. Dan gaan we naar de Futchamps reward, daar draait het om, rewards. Zoals ik al zei, Elite 3, het verhaal is bekend, ja. Ja, ik moet even naar, ik zit naar dat schildje te kijken en denk, wow, wat is dit voor schildje? Ik zie het gelukkig niet vaak, maar richting Serie A tot Z. Chris, moet ik packen, man? Ik wil wel top 100 gaan halen, man. Dus hopelijk heb ik ook is mijn team ook goed genoeg daarvoor. Ik ben ook live, zorg dat je erbij bent. Goed, de rewards, ik ben alweer veel te veel aan het praten. 70k coins, de eerste player pick. We gaan ervoor. Wat is het? Ik zie Tarap op mijn scherm. Ik zie Gabriel Vinicius. Lijpe kaart, wat voor stats, geen skills, skip. Gabriel, fysiek heel sterk. 5-star refoot ineens. 80 pace. Ja, je zou hem maar kunnen linken. Wat een lijpe kaart is dit. 1,87 ook. 92 rated. Oké, ja, maar die Kostic is wel voor de ratings, man. We gaan voor Kostic. Wat voor stats heb je eigenlijk? Ja, hij heeft geen skills, man. Wel high work rate. 1,84 lang. Oké. Nou ja, goed. Dat is de eerste player pick. Dan gaan wij voor... gaan we vooraan. Gaan we vooraan beginnen. Dan gaan we... Het is... Kijk eens. Alex Theus. Alex Theus, goed. Ja. Moet ik wel. Hoe ga ik dit linken, jongens? Maar dit is wel lijp. Ik heb natuurlijk Alexandro. Twee Alex, hè? Allebei Braziliaans, allebei beesten op de linksbackpositie. We gaan even kijken, man. Dit is heel top. Alex Nicolau
Nicolau Theus. Oké, wacht. Hier ga ik even een foto van maken. Want dan kan ik mensen even trollen. Omdat ik, omdat iemand tegen mij zei van... Hey, jij hebt je Weekend League niet afgemaakt. Ik heb wel Elite 1 gehaald. En jij gaat betere picks hebben dan ik. En ik moest lachen, want ik wist dat het zou gebeuren. En het is ook gebeurd. Alex Theus. Goed, we hebben hem gekozen. We hebben dus 294 rated spelers. Alex Theus ben ik sowieso tevreden over. Dat is tof. Maar goed, de laatste player pick. Ik heb geklikt. Het is... ja, oké, dan is dit wel dramatisch eigenlijk. Sommer, wel Bundesliga. Heb ik wel een Bundesliga keepertje, mocht ik voor die centerbacks gaan. A la Upamecano. Oké, was niet slecht. Absoluut niet slecht. Dat is prima zelfs. 3,94 rated, waarin Alex Theus eigenlijk de beste is. Ja, zieke stats, man. Echt een goede kaart. 99 stemmen, dat is een totskaartje. Hij is fysiek nu ook sterk, want normaal is hij niet al te agressief. High work rate. Ja, ik moet hem gewoon gaan gebruiken. Goed, we zijn blij. Dan is het tijd voor de pakketjes, jongens. Mega pakketjes, 1 premium Bundesliga tots TNT pakket. Ja, normaal zijn het er 2. Nu is er maar eentje. 2 mega pakketjes en we hebben deze packs nog. Ja, ik laat me graag verrassen, man. Ik heb die spelers in concept. Geen van de 3 spelers heb ik gezien. Jammer, ook geen playerpick, geen Upamecano, geen Lewandowski, geen Sancho. Maar ik zou hem ze wel willen packen. Het is een walkout. Ja, is het Mane? Oh, oké. Koulibaly. Oh, interessant. Interessant. Oké, Koulibaly. Nou, dat is een leuke walkout dit. Wel untradable als het goed is. Omdat natuurlijk... ik ging natuurlijk voor die untradable packs. Maar interessant is het wel. Zit er nog iets achter? Nee. Oké, dus al had ik Sadio Mane, had ik ook niet heel veel mee kunnen doen. Maar het is wel tijd voor de SBC's. Dus dan is zo'n Koulibaly heel bruikbaar. Hij is welkom, man. Dames en heren, wederom een mega pakketje. Ik heb geklikt. Het is weer een walkout. Back-to-back walkouts. Argentijnse vlag. Huh? Zeg me niet. Nah, dat is... Oké, dat is het. Poeh. Jullie dachten hetzelfde als ik, mensen. Deze RB Argentijn, dat is zo vals. Ook al is dit untradable. Ik had het niet gewild trouwens, want 94 Messi zou ik niet eens gebruiken. Als ik de Team of the Season kaart van Messi al niet wil gebruiken en hem verkoop in de Weekend League nog wel, dan had ik ook niks met zijn normale kaart gewild. Maar, hè, het zou toch wel leuk zijn als je hem weet te packen. Dat zou wel dik zijn. Oké, goed. De troll. De laatste 3 packs, jongens. Oké, we komen in de buurt van de Premium Bundesliga totspakket. Daar gaat het natuurlijk om van het pakketje. Stel je voor 99 leeuwen. Heb je 2,7 mil, hè? Deze. Dit is een tots. Het is een tots. Ik ben gewoon blind aan het praten. Spaans. Wie is het? Centerback? Van Porto. Het is wel een totskaartje. Het is Marcano. Wow, oké. Lijp dit. Zieke stats ook. Hey, wacht nou even. Ik zit te denken. Ik heb Theus. Deze gast, Link Lijp. Oké, we gaan even naar zijn stats kijken. Untradable. Zou die goed genoeg zijn om te gebruiken in de Weekend League? Zou het? Het is ook untradable natuurlijk. 1,89. We gaan kijken naar zijn stats. Hij heeft geen balance. Is niet al te lenig. Kracht, agressie heeft hij wel... Ja, oké, zijn pace is... Als ik daar een kaartje op zet... Nou, ik ga hierover nadenken. De laatste 2 pakketjes, dames en heren, van de video. Doe even een duimpje omhoog als je geniet van deze fit. Voor het geluk ook. We gaan Leva packen. We moeten Lewandowski packen. Abonneren kan zeker. Ik zou het tof vinden. Laten we pushen, man. Is het weer een walkout? Nee, het zijn borden. Premium Bundesliga tots. Tot nu toe pakketje. Team of the season so far. Laten we gewoon gaan kijken wat hierin zit. Is het iets zieks? Ik heb geklikt. Ik neem een slokje water, man. Alright, please. Laat het meezitten. Is het iets zieks? Uiteraard is het een walkout. Blauwe flares. Welke vlag is het? Kostic, 94 rated LM. Kostic. Dus geen Haaland, geen Werner, geen Lewandowski. Oké. Wat kan hierachter zitten? Oké, gun mij nog wel Upamecano, man. Kom op, man. Dat zou ik nog wel hard vinden. Als je mij nog Upa gunt, dan ben ik echt heel blij. Upa, please, Upa. Het is Upamecano. Yes. Upa. Dit is mooi. Om en nabij 300k coins. Ja. Op zich uit Elite. Ik heb mijn Weekend League niet eens afgemaakt. Ik was op zoek naar Upa. En dan is het toch gelukt, hè. Heb ik het toch weer geflikt, mensen. Het is echt een raar dingetje. Maar ik had hem in concept gezet. En ik heb hem. I got him.
Dus dan gaan we even kieken, man. Wij gaan eventjes kieken. Alright, geen Sancho, geen Lewandowski, maar wel Upamecano. Dat is mooi. Dames en heren, ik wil jullie enorm bedanken. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Als dat het geval is, vergeet dan niet te abonneren. Zet die melding aan. Laat even een duimpje achter. We hebben Upamecano, zoals je kunt zien, gepakt. Dat is hartstikke gruwelijk. Echt bizar. Volg je mij nog niet op Instagram? Doe dat dan zeker, Ariston Dunu. Ik heb natuurlijk aangekondigd dat ik teams ga reviewen van kijkers. Die video komt maandag online te staan. Heel veel moeite kost het, maar ik doe het graag. Ik vind het hartstikke leuk. Een aantal mensen vinden het ook leuk van mijn kijkers. Dus als jij mee wilt doen, volg me op de gram. Ariston Dunu. Heel simpel is het. Maar stuur mij een DM met een goede foto, kwaliteitsfoto. Check ik of je mij volgt. En dan is dat hem. Mensen, ik heb alweer genoeg gepraat. Ik hoop dat je hebt genoten van deze video. En ik zie jullie bij de Weekend League livestream. En de volgende video. Zo simpel is het. Zoals altijd zeg ik, doe relaxed. Rustig aan. Ciao, ciao.